Ik ben Kai van der Zwan, ik studeer aan de Tilburg University. Ik doe daar een Master Supply Chain Management. Wat zoveel inhoudt als het hele proces van grondstoffen tot eindproduct. Bij Supply Chain Management proberen we de processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. En zo min mogelijk afval te creëren. En zo min mogelijk dubbel werk, zodat er zoveel mogelijk geld bespaard wordt. Het is natuurlijk zo'n groot spinnenweb van producten en leveranciers. En je hebt te maken met je leveranciers in Azië die hun tijd nodig hebben. Maar ook de klant die zit te wachten op hun producten. De folders moeten al 2 maanden van tevoren af zijn. Maar de producten zijn nog niet geleverd uit Azië. En dat moet natuurlijk allemaal wel samen één ding worden. Ik loop hier stage bij een medium grote fashion company. Ik probeer hier zoveel mogelijk de logistieke kant en de kant van het magazijn te optimaliseren. Dus er staan heel veel rekken met kleding en verschillende soorten kanten en bevoorrading en dan de grote webshop en noem maar op. Er gaat ergens een lichtje branden, daar moet je iets pakken. Dat gaat weer een ander lichtje branden, daar moet je het neerleggen. En dat is dan precies voor die ene winkel die op een vooruitgestippelde route ligt. Dus er zit een enorm systeem in, maar het kan nogal heel chaotisch ogen. En er komt veel onregelmatige vraag binnen. Vroeger had je natuurlijk een paar pieken. In het voorjaar komt iedereen zijn zomerkleding kopen en in het najaar komt iedereen zijn winterkleding kopen. En nu is het hele jaar door dat mensen ook 's nachts bestellen en thuis of onderweg op een iPhone of een iPad of noem maar op. Er komen ook tegenwoordig schermen in een winkel te hangen, zodat je heel de collectie kan zien die misschien de winkel niet heeft. Een andere winkel wel, dat je ook vanuit de winkel kan bestellen. Je kan laten bezorgen in de winkel of bij jezelf thuis of bij een ophaalpunt. Ja, nieuwe ontwikkelingen zijn al dat mensen in de winkel, de medewerkers, eigenlijk met een iPad op zak lopen. Dus zodra een klant vragen heeft over een product of een maat is er niet, dat ze binnen 2 seconden op de webshop kunnen kijken of dat wel naar hun zin is of dat er wel de juiste maat is. En ook per direct besteld kan worden. Er zijn zoveel kanalen nu waarin de klant tegemoet wordt gekomen. Dat is echt een heel groot verschil met een paar jaar geleden. Het is vooral erg interessant om te zien dat dus de dingen die ik in mijn opleiding leer, zoals dus doorvoertijd van producten in een magazijn, dat hier zie je het allemaal echt gebeuren. En dan zie je waar hier de moeilijke punten liggen als verschillende soorten voorraden, zoals van collecties als aanvulvoorraden en als een webshopvoorraad. Dat ligt allemaal apart. En in principe zou je dat samen moeten kunnen nemen. De toekomst van een fashion supply chain zit dus vooral in de klant meer betrekken bij het proces. Dus denk aan het customizen van wat nu al met schoenen gebeurt, komt ook met kleding. Dat de klant zelf input heeft welke kleur, welke design kleding moet hebben. Nog meer opties op internet om te bestellen, sneller bezorgd. Maar misschien ook dat de 3D-printer een hele grote invloed gaat hebben op de kledingindustrie. Ik hoop toch wel inderdaad over een x-aantal jaar voor een hele grote multinational te werken. En misschien zo ook in de consultancy, maar ook een grote multinational die een enorm uitdagende supply chain heeft. En om dat allemaal efficiënter te laten verlopen. Efficiëntie is wel een beetje een passie voor mij geworden, ja.